Welkom bij Fishing Simulator, Ultimate Fishing Simulator. Een game gaat over vissen, vernietigen, vissen, afslachten, verkopen aan de visboer en nog veel aangezien. En we gaan beginnen met Lucky's Bin! Wat pakken we? Wat is het? Is een goeie, een gouden! Dit is voor mij een aasje voor de snoek. Dit is een snoekaasje. Kijk, wat kunnen we kijken? Zilverbraam, setting spike. Ik vis zelf trouwens ook wel eens af en toe een eel. Maar sorry, maar in Friesland noemen we vissen wel eens eel. En dit is vies, maar nou gaan we niet vies. Dit is een sim. Dit is een spel opgemaakt van de... Wat doet hij het? Kijk. Deze hier. Oké. Want dit lijkt allemaal goed. Huh? Ik heb bakken. Ik denk dat we gewoon de Tortuio moeten gaan spelen. Ja. Ik heb bakken. We gaan beginnen met de Tortuio Fishing. Vis zelf ook wel. Super. Heb ze ook iets. Hey, you will learn how to play. Hoe de catfish. Hoe ze float en spinning met de moving around. Oh, we kunnen nog maar even. Webhengel. En er is een blaadje van de Sims. En oh, je kan niet om je heen kijken. Nee, dit wordt heel moeilijk. Oké, je moet kijken naar rechts. Spinnen, go, go, go. Oké, okay, we hebben kennelijk een poli aan, maar er is hier geen poli denkbaar. Weet je, cast the light, choosing any blaze on the water. Click cast, remember to cast on any boat board with obstacles you will receive. You will bring in the light. Oké, okay. Klik! Kerst! Weet dat doet de vis steeds een paard was schrobben. Oké. Zo houden we hem, oké. En oh, we hebben vis! Reeling vis, doe Rio een vis in de stoor, jongens, Rio, weet je, dat is gies. Oké, bakkers, do. Wel. Moet nu klikken. Hij doet het niet. Doet het niet wel? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Waarom is je nou kapot? Nou ben ik gewoon als je een vis vangen. Hij doet het niet. Bakkers, het spijt me voor het ongemak. Maar we zijn afgesloten met Fishing Simulator en we gaan nu een nieuw game. Vergeet die Fishing Simulator gewoon te zien. We gaan in plaats van Fishing Simulator gaan we vissen. Fishing and Living. Deze die leek me niet zo leuk, maar ik heb een ander leuk spel op het oog gekregen. Fishing Club 3D. Nee, wacht. Fishing and Living. Fishing Survival was volgens mij. Kerst away, ik heb bakkers. Dit spel lijkt me ernstig leuk, kerst away. Kijk, je moet vissen, kijkers. Airplane, suddenly game crashing disaster. Only one more chance of limited survival of the starters. There's only one job fishing. Someday float the enemies come to the island. That will the fun for them. Casting away. Dit spel lijkt me ernstig leuk. Net zoals een verwondering train. Dat spel is kerenpakkers. Zou ik jullie favoriete game zijn? Oké, pakkers. Hier komt die. Het is tijd voor de speeding. Wondering train. Overlord 1. Overlord 2. Overlord Rising Hell. Overlord Dark Legends. Wil ik nog een keer spelen. Eens kijken. Wat zijn er meer? Assassin. Nee, wacht. Ik bedoel. Oblivion. Skyrim lijkt me ook heel veel leuk. Oblivion. Elder Scrolls. Blanford Zombies. Clash of Clans. Clash Royale. Stinken. Wat zijn er nog meer? GTA 4, GTA City, GTA 3, GTA San Andreas, GTA 5 Stinks. En wat zijn er al meer? Wurgelbos is natuurlijk ook een old classic. Rocket Royale, dat is ook heel kerstassist. Heel klein racing, dat speelde ik toen ik nog klein was. Pijn. Toen pijn dat ik nu nog niet speel. Maar eens kijken, wat zijn er meer echte games?
Dan moet je kijken, wat is Blanco Mimi opgegroeid? Met vooral Overlord, met andere random auto games, Bethesda games. Ook heel erg leuk. En eens kijken. Oh, ik heb nog een andere leuke titel. Wat? Oh, hoe heet die leuke titel was weer? Oh, ik pak als ik nog een andere heel leuk zoals jullie allemaal moeten gaan spelen. Maar dan, ik heb dus een zwak voor pixel games. Ik vind iedereen die pixel is echt super leuk. En wat vind jullie eigenlijk voor zo'n game? Doe stemming. Nee, jullie gaan niet meer moeten zien. Jullie gaan niet. Als je het iemand laat zien, dan word ik zo razend. Maar dan, ik heb trouwens een zwak voor pixel games. En kennen jullie Overlord Rising Hell? Jullie kennen op Living World. Dat moet je kennen van Bethesda Games. Maar als je het niet kent, ben je echt een bomber. Maar ik heb dus een zwak voor spelen van Overlord Rising Hell en oude games. Van vandaag 25 jaar, mijn vader die speelde ook zo'n computerspel. En we hebben een grote kist met allemaal leuke spelletjes. En dit is heel leuk. Nieuwspaper, nieuwspapper. En de triangle, waar het boek kan regelen en wat altijd heel gek is. Kennen jullie het wel eens van je daar is nog een keer groot. En nu dreigt het ding te crashen. Nou, dan wordt hij. Oh, dat lijkt op een eiland van Aak, van Aak en Vijf. Wat is dat? Zonder links of rechtsboven of zo. Dat is een heel goed eilandje. Pop iets, maar het is wel ver weg. En je bent nu toch bij de volgende weer om mee gaan dan. Casting away. Before come you out to sea. Let's try to make it at the shipyard. Shipyard. Oh, wat is dit toch heerlijk ontspannen. Oh, equip. You have equipped small boat. The ship is complete. Let's go sail. Let's go this way. Forgotten island and the sea. Coming soon. Let's go fishing. I'm sure you want to move. I'm sure I want to move. Forgotten island. Island here. This is a great fishing spot. And you can go towards by tapping at the right side screen. Kijken. Okay, vissen reizen much more. Van de wereld staat de piranjes en andere dingen. Maar piranjes zijn daar echt hele bang tegen. Best moet een goed doen wegen met een reis. There is a lot of fish in the sea. Let's try catching them. Please hold the casting button for 2 seconds. Keep in mind. Big feet deep in the sea. Okay. Okay, ja. Okay. Gaddy! Who caught the fish net? Let's try out the fish net. Fishing net! Who can stop fishing around? Let's try harvesting. Harvest. Ik heb het wel. Ik skip you right. Okay, close. You have to go to room. Upgrade! Let's upgrade the higher. Upgrade. Hoppatee, level 2. We hebben een webhanger. En oh, oké, okay, 5000 punten. Helemaal mooi. Oké, we gaan onze dag heen. Wat is dat? Ja, wat hebben we? Ja, we hebben een kist. We hebben een vis. Use as bait. Oké, wat is dit? Level 2. Verkorten houden. Oh, bakkers, dit spel is zo leuk. En wat ontspannend is dit toch? Kip, we hebben een kip. We hebben een kip. Kip, kip, kip. Kip, kip, kip. Kip, kip, kip. Kip, 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 kip. Aquarium zeker. Kip, 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 Oeh, 13 farmcoms. Yeah, no farm. Oh, zie je dat? Bakbak, zo was het schitterend. Koek en groot huis.
Oké, okay, cat. Oké, okay, maar ze hebben een ei. Oké, okay, we hebben al een koe kunnen krijgen. Een training post. Oh, quest. Oké. Okay. Cat. 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 Hé, waar is vis van? Ja, waar is... We gaan ook je maar dingen opkrijgen. Oh, nee, we hebben nu een goede vis aan. Simulaat, ik... Wacht, even kijken, wacht. Wat de training post. Ik heb even flauw idee wat ik hier aan heb. Kijk, een house. Ja, bakkers, die hebben nog niet in de lag, dus. En, oké, okay, vishouse, wat is dit? Oeh, visfam. Oké, okay, nee, nu niet. Oké, bakkers. We gaan in de verte. Shipyard, ik weet. Echt, kunnen we... Oké, okay, bakkers. Let's go fishing! Yeah, zo, die man ziet daar helemaal niet zo blij uit. Oké, okay, woo, there he goes! Op de vis. Oké, okay, bakkers, hier gaan we dan. Oh, was Yuri. Succesvol! Oeh, Gary! Waar is hebben nog een prijs? Een prijs! Wat? Wat? Hoppatee! Oeh, en we hebben ons nog de prijs! Oké, wat hebben we nu? Auto! Sis, we hebben een tent! We hebben een tent! We hebben een tent! Tent. Wat, ik heb hout nodig. Ik heb hout nodig. Laat me wat hout kopen. Zo, zo. Hout, hout, hout. Upgrade, upgrade. Upgrade. Oh, tent. Oh, tent. En het was zomaar weer dag. En we hebben een mooie tent. Oh, probeer het zo. Het is hier leuk. Okay. En quest. Cat. 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 Cat, cat, cat. Lijkt het dan naar gestuurd. Cat, 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 cat. Oh ja, verder kan niet. Upgrade. Oké, okay, dat was mooi. Kunnen we ook een vissingjacht kopen? Een nieuwe? We gaan hem upgraden. Oké, okay, bakjes, die kunnen we pas weer auto 6 ontlaken. Vissing net. Stoor een visvaan. Oh, hebben we een visvaan? Laat maar eens zien. We hebben een vaan van vissen. Feed. Oké, okay. Food. Wacht, waar hadden we nu opgeklikt? Kunnen we alleen maar zo voeten? Oh shit, we kunnen alleen voeden met advertenties tussen. Nou, dat was dat. Ze hadden toen weer lekker één gekregen. En dan vonden de visjes veel fijn. We gaan nog eventjes een klein beetje vissen. Ik kan nog eventjes dat level 6 komen misschien, of niet? En oeh, give me that I wanna have. Zo, oké, okay, kunnen we deze ook openen? En oh. Oké, okay. Cat 2. Oh, cat 3. Cat 4. 6. Op de nieuwe vis. Nee, nu niet. Oké, okay, oeh, die nieuwe beet. Nee, ik wil niet een van die dikke vis vangen. Hey, ik heb weer een gooi hoor. Hey, helemaal mooi. Caddy.
Joepedee! Ja, heel mooi. Oké, daar gaan we weer. Ja, helemaal mooi. Weet je wat? Waarom? En let's go, level 4. Out and to win. Wat gebeurt er? Huh? Ik zie wat. Worst! Worst. Vis. Waar zit die worstvis? Kunnen we nog een stier aanraken? Oké, helemaal mooi. Oké, we hebben nu een nieuwe. Worstvis, worstvis. Helemaal mooi. Caddy. 1, 2. Oké, hopen dat je nog een gooien. Oké, nog eentje. Oké, dit was mijn laatste. Stijk! Oké, kijk. Oké. Hendel, kist! Daar gaat hij dan. Zeebaardje, zeebaardje. En oeh, we hebben zeebaard! Zeebaard, zeebaard, zeebaard. Is dat ik hoef zeebaard volgen. Ik hoef zeebaard volgen. Zeebaard. Oké, welke hebben we er nu in gaan staan? Oké. Nog eentje. Oké. Goed hoe Edding. Hij wil Edvis. Ik ben Edvis. Ik wil vis enteren. Hoe kan ik vis erin stoppen? Ik wil een vis erin stoppen. Waarom kan je een vis in stoppen? En nee! Pak een stijl video. Nu komt het af en toe. Dat vind ik niet meer leuk. Uit video. Like naar beneden.